Na het geweldige succes van jongens versus meisjes in Brawl Stars doen we vandaag planten versus robot. We hebben natuurlijk ook nog dieren, zombies en allemaal andere categorieën die je kindje kan gebruiken. Maar dat is misschien een keer voor de volgende video. Dus laat even weten in de comment wat jullie als volgende 5 versus 5 video willen zien. Maar vandaag dus planten versus robot. Ik heb als planten geteld Rosa, Sprout en Spike. Dat zijn de planten. Sprout is een beetje een twijfelgeval, maar ik heb toch gekozen als plant. Want anders is dat eigenlijk niet te doen. Want dan heb je maar 2 keuzes, Spike en Rosa. En dan heb je niet heel veel keuze. Als robots heb je veel meer keuze. Je hebt bijvoorbeeld Daryl, Rico, 8-Bit, Tick, Barley. Ik heb ze hier even genoteerd. Dus daar heb je best wel wat keuzes mee. Maar we doen in totaal 6 potjes. De eerste 3 potjes zijn de bovenste 5 planten. En daarna wisselen we om. En dus doen we eigenlijk gewoon 2 keer best of 3. Dus stel wij winnen als planten nu 2 keer heel snel. Dan is het eigenlijk best wel snel voorbij. En dan gaan we daarna wisselen. En dan zijn wij robots. Dus we gaan op deze manier even kijken wie nou beter zijn. De planten of de robots. Ik begin met de moeilijkste plant. Ik begin met Rosa. En hierna kunnen we altijd nog wisselen. Ik had alle regels alvast uitgelegd aan mijn teamgenoten, zodat we daar niet echt over hoefden te praten. Maar we zijn hier al met een Spike, dus dat is een teamgenoot. Welkom! En als het goed is, verzamelen we als planten boven. Ja, hier is nog een Spike. Er zijn allemaal Spikes. Ja, ik dacht, ik ga een keertje een andere knokker wezen. Rosa ben ik. Oké, ja. Dus Sprout, Spikes, we zijn hier nu verzameld. Dan kunnen we hier even kistjes openen. Top. Ja, oh, moet niet te veel damage doen. Dat is wel het nadeel met Rosa. Ik doe natuurlijk heel snel vet veel damage. Maar moet ook niet te veel damage doen. Want die Spikes, die heb je echt zo dood. Oké, even dit kistje openen. Maar dat is wel chillen. Ik heb vet HP. En ik kan ook bosjes plaatsen in het midden. En dat is in principe best wel chill. Dan zou ik best wel aanvallend kunnen spelen. Maar ik ga eventjes hierheen. Ja, jullie mogen best wel wat damage doen. Ik moet even hier uitkijken. Niet dat ik hem per ongeluk ga killen. Hier even wat. En ondertussen mogen ze best wel hits doen bij mij. Want in principe maakt dat niet heel veel uit. Maar ik durf bijna niet te veel hits doen. Want dan ben ik echt bang dat ik hem kill per ongeluk. Ja, kijk. Oké, nu heb ik mijn super. Ja, doe maar hit. Doe maar hit. Doe maar hits. Doe maar hits. Je mag wel meer hits doen. Waar is hij ondertussen? Daar is hij eigenlijk nog steeds niet zo super. Oké. Dat is een beetje zonde. Ik zal hier even bosjes neerzetten. En dan ga ik gewoon die bosjes hier zo verzamelen. En dan hebben we hier gewoon best wel een chille plek om vanaf hier te gaan spelen. Kijk, dan hebben we hier echt chill. Vooral Shadows als Sprout is dat wel echt heel chill, denk ik. Ik kan helaas net geen rondje maken, dus dat is wel jammer. Ik zal hier nog even bosjes plaatsen. Dan hebben we wel een heel groot stuk waar we zeg maar kunnen lopen. Oké, daar is Pro Gamer. Zou ik die... Oh, die is al dood. Oh, we gaan lekker als planten, man. Dat is echt niet normaal. Daar is een 8-bit. Er zijn trouwens nog 2 8-bits. Moeten we even uitkijken. Maar als ik naar zo'n 8-bit toe loop met mijn super, dan heb ik eigenlijk sowieso gewonnen. Oké, Shadows is helaas dood. Dus dat is jammer. Dat is jammer. Maar misschien kunnen we die alsnog killen, die 8-bit. Ja, nee, oké. Nee, je moet die even wegwezen. Oeh, dat scheelt helemaal niks. Oké, maar hij is er in ieder geval dood, die 8-bits. Maar die 8-bits hebben natuurlijk second life. Nonder, ze zijn alleen maar 8-bits aan het doen. Maar het is momenteel 3 tegen 1. Oh, dit is totaal niet eerlijk. Dit is totaal niet eerlijk. Oké, ik moet hier eventjes weg. En dan moet ik even mijn super zo meteen inzetten. En dan moet ik er gewoon naartoe gaan. En dan kijken of ik eentje kan killen. Come on. Ja, oké. Dit is niet te doen, jongen. Al die 8-bits hadden gewoon second life. Boy, yo. Uiteindelijk hebben we wel ervoor gezorgd dat er nog maar 2 overbleven. Maar dit was moeilijk, jongen. Oké, maar we doen het nog een keertje. En dan ga ik nu gewoon Sprout wezen. Want Sprout vind ik zo'n chille knokker. En ik denk tegen een 8-bit is Sprout ook veruit het beste. Ik doe even op meeste trofee. Dan is het wat makkelijker zoeken. Ja, dit vind ik de goede sterkracht. Oh, dit is echt lastig. Oké, let's go. Potje nummer 2. En ik weet trouwens helemaal niet of ik het heb gezegd. Maar vergeet natuurlijk allemaal niet even dat duimpje omhoog achter te laten. 10.000 likes zullen heel nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Maar ik ben de Sprout. Ik ga gewoon lekker naar boven naar mijn teamgenoten. Ik denk dat we nu echt vet veel Sprouts hebben. Ik heb trouwens even een andere map geselecteerd. Dat ga ik de hele tijd doen. Ik vind het leuker om zeg maar ook met andere maps te spelen. Dan is het misschien wat eerlijker. Oh joh, we zijn inderdaad met vet veel Sprouts. Er zijn ook vet veel Daryls daar. Ik denk dat we als Sprout echt veel te goed zijn hier zo. Dat denk ik wel. Oh, daar had ik hem bijna. Donders. Dan had ik al bijna Daryl. Dat scheelt helemaal niks. Sprout is zo goed. Oké, ik moet hier trouwens uitkijken voor Rosa. Ik zal hier even een muurtje neerzetten. Oh, sorry. Oh, trouwens, Rosa die hoort natuurlijk bij mij. Dus dat is, daar moet ik een beetje op letten. Hier even uitkijken. Voor Daryl. Ah, gaat Daryl nu dood? Ja, oh, dat scheelde helemaal niks. GG. Dan pak jij eentje, pak ik eentje. Zijn we allebei blij. Waar is iedereen?
Oh, daar is nog een Daryl. Die kunnen we wel hebben. Die kunnen we wel hebben. Oh, dit slaat helemaal nergens op. Dit slaat helemaal nergens op. Die Sprouts zijn veel te goed. Die zijn echt veel te goed. Ik heb alleen geen idee waar die Daryl nu zit. Rosa zit daar. Oké, we controleren dus helemaal het midden. Daar is nog Rico. Maar die kunnen we wel hebben. Ja, die... Oeh, die was al bijna dood. Oh, het is nu 2-3. Nee, 3-2. Oh! Oh, wat anders. Dat was goed gespeeld van Rico. Oh, ik ga hier eventjes naar achteren. Even uitkijken, hier even een muurtje. Huppatee, dan kan die Daryl in ieder geval niet daar naartoe. Dan zijn er nu 3-2. Dan moeten we dit wel uit kunnen spelen. En dan staat het weer 1-1. Of Daryl moet op de een of andere magische manier dit nog winnen. Maar dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet, nee, inderdaad. GG. En weet je wat, ik ga gewoon hier in het gif in rennen. Hoppatee, boom. Kijken of ik hem nog kan killen. Nee, oké, het boeit niet. Maar we hebben gewonnen, dat betekent dat het momenteel 1-1 staat. Maar dit is echt ziek, jongen. Weet je, net was iedereen 8-bit met Second Life. En dat hebben we even verbannen, want dat is gewoon niet eerlijk. Maar nu waren wij bijna allemaal Sprout. En dat is ook gewoon bijna niet eerlijk. Ik ga nu Spike wezen. En dan ben ik alle Spike, dan ben ik alle knokkers geweest. Dus dat doen we nu nog één keer. En dan staat het nu dus 1-1. Oké, let's go. Potje nummer 3 is begonnen. En dit wordt het allesbeslissende potje. In ieder geval voor het eerste gedeelte. Zo, hierna gaan we wisselen. En dan zijn wij robots. En dan wisselen we om, zeg maar. Oeh, die robot die jat daar gewoon van ons. Oh, dat is eigenlijk helemaal niet lief van hem. Ik zal hier even deze kistje openen. Top. Dan mag David, die mag die. David, wil je die hebben? Pak maar. Dan mag jij die hebben. Huppatee, dan hebben we allebei één. Ik zal even een hit doen op jou. Want ik wil namelijk mijn super krijgen. Dat zou wel chill zijn. Even weer wat HP erbij. En dan hier weer even een hit. Top. Moet ook niet te veel damage doen bij elkaar. Ik heb volgens mij nog één hit nodig. Ja, top. Ik heb mijn super. Oké, dat is prima. Oeh, die Daryl die deed daar al gevaarlijk. Die deed daar echt al heel gevaarlijk. Oké, attack planten. Attack de robot. Oh, ja. Oh, donders. Oh, dat deed hij goed. Dat deed die Daryl goed. Oh, die had ik eventjes niet zien aankomen. Oké, ik ben nu helaas als eerste dood. De vorige keer, twee potjes, was ik als laatste nog levend. Nu was ik in één keer dood. Oké, ik ga gewoon dan even wat updates geven tijdens dit potje. Want ik ben wel echt benieuwd wie gaat winnen. Maar op dit moment staan de robots wel dik voor. Want er zijn al twee planten dood. En ondertussen zijn er al vier planten dood. Oh, en ondertussen is er nog een plant dood. Alle robots leven nog. En er is nog één plant. En die loopt daar linksonder. Dat is nog een spike. Bananensoepje of snoepje. Die is er nog. Oh joh, dit is helemaal niet eerlijk. Dit sloeg helemaal nergens op. Oké, robots hebben dus gewonnen. Echt dik ook gewoon. Maar dan wisselen we nu om. Nu is boven robot en onder planten. En dan gaan we kijken of we nu dan eventjes... nu wij als robots kunnen winnen. En dan zijn we er eigenlijk wel over uit. Dan zijn de robots beter. Maar dat deed hij nog niet zeker. Er kan nog van alles gebeuren. Oké, let's go. Potje nummertje 4. En eigenlijk is het ook meteen weer potje nummer 1. Want we beginnen dus nu eigenlijk opnieuw. Daar is een plant. Je moet aan de andere kant zijn, jongeman. Jonge plant. Boven zijn de robots. Ik zal dan zo meteen eventjes hier in het midden verzamelen. Kan ik deze vast openen. Top. Waar zijn alle robots? We zijn... Oh, daar is Shadows. Die is ook robot. Oké. Dat is eentje. Oh, daar is daar. Oh, ze waren allemaal aan de andere kant waarschijnlijk. Helemaal prima. Dan ga ik hier even die kistje openen. Oh, daar is er nog eentje. Die wil ik ook hebben natuurlijk. En dan hebben we wel mooi wat krachtpunt. Ik zal even hier een hit doen. Ik wil bananensnoepje ook. We zijn echt met vet veel tics. Ik heb hiervoor bijna geen tics gezien. Is het goed als ik even een hit doe op je? Als jullie even die bom inlopen. Ja, top. Dan heb ik daar... Oh, zou ik die nog kunnen pakken hier zo? Zou dat doen? Ja, weet je, ik doe het gewoon. Het is wel een risicootje. Maar dat gaat nog net goed. Oké, dan hebben we nu wel 4 krachtpunten. Dus ik ben wel lekker sterk. Dus dat is wel nice. Dan gaan we nu even in de aanval. Wij zijn mijn mede-robots. Daar is nog een robot. Daar is nog een robot. We zitten hier gewoon lekker met z'n allen. Oh, daar zijn nog planten. Het is eigenlijk denk ik... Oh, shit. Oké, nee, dat was een robot. Dan moet ik even uitkijken. Zit hier toevallig iemand? Oh, nee. Ja, dat is... Oh, shit. Ik wist niet wie daar zat. En daar zat dus Shadows. Oké, ook een beetje mijn schuld dat Shadows daar nu dood is gegaan. Ik ga hier nu ook dood. Net niet. Oh, yo. Planten die gaan echt knijter uit. Oh, dit slaat helemaal nergens op. Oké, ben ik als enige nog levend? Oh nee, David leeft daar nog. Oh, yo, dit slaat helemaal nergens op. Het zou wel ziek zijn als hij dit nog kan winnen. Het zou in principe kunnen, want Sprout... Oh lol, hij killde per ongeluk zijn teammate. Hij zou dit nog kunnen winnen. Ja, ja, de robots gaan winnen. Oei, jongens, ziek gespeeld van David. Want het was eventjes 3 versus 1. Eentje werd gekild door een teammate, maar die andere heeft hij gewoon gekild. Dus dat is wel echt ziek. Maar dat betekent dat het 1-0 staat momenteel voor de robots. Weer even een andere map.
ik vind Duizend Meren vind ik wel een leuke map. Dan gaan we die nu even spelen. Oh, dit was echt wel heel spannend. Oké, let's go. Volgend potje. Come on. Ik wil dit potje eventjes winnen. En trouwens, als we dit potje winnen, dan hebben de robots over de hele aflevering gewonnen. Maar dan is het ook, zeg maar eerlijk, dan heeft ons team een keertje gewonnen. En het team van de tegenstanders. Ik zal hier een vaste kist gaan openen. Ik ben toch al aan de goede kant. Maar ik ben 1-bin, maar we hebben dus afgesproken dat we geen Second Life mochten kiezen. Dus ik heb geen Second Life. Ik heb zeg maar een grotere spawn. Yo, allemaal Daryls hier zo. Dat is echt niet normaal. Oké, ik wil even eigenlijk mijn super krijgen. Dus de top. Oké. Moet niet te veel hits doen. Even hier wat hits. Ja, top. Dan moet ik nog één keertje een hit doen en dan heb ik hem. Ja, oké, top. Kijk, dan zet ik hier mijn super neer. Dan heb ik een mega grote super. Maar dat mocht ik natuurlijk ook. Ik mocht natuurlijk niet die andere. Zat hier rechtsboven nog een kistje? Nee, die is al geopend. Of misschien helemaal in de hoek. Maar dat vind ik momenteel niet de moeite waard. Oké, we zijn met allemaal Daryls. En ik ben dus als enige 1-bit. Daryl is sowieso veruit het beste. Want ik denk dat heel veel van onze tegenstanders Sprout zijn. En als Sprout zijn, ja, dan is Daryl sowieso het beste. Ook voor in deze map. Ja, kijk, ik zie daar al een Sprout. En tegen Spike is hij ook wel goed. Oké, dit was misschien niet heel slim dat ik hem dichtbij ging. Ik ga even teleporteren. Doei! Anders was ik dood geweest. Maar gelukkig kon ik teleporteren. Oké, hier even uitkijken. Nou, daar ging mijn super al. Nou, trouwens, het chillen wel is van 8-bit. Dat als ik eenmaal in de buurt ben, dat ik vies veel damage doe. Maar dan moet ik wel eerst in de buurt zijn. Oké, dit is een beetje wel. Ja, lekker. Daar is één Sprout. Ik kan... Ja, nee, 8-bit was niet echt de juiste keuze. Oké, gelukkig gaat bananen snoepje... Ja, is het soepje of snoep? Volgens mij is het soepje. Volgens mij, die was echt bijna dood, dus dat scheelde helemaal niks. Ik moet even zorgen dat ik hier misschien die spike even wat damage ga doen. Maar ik moet ook geen teammates gaan killen, per ongeluk. Dat moet ik ook niet hebben. Ik zal hier even... Ja, hoppatee. Ik ben nu wel bijna dood. Maar ik heb het in ieder geval nu even overleefd. Ga ik nu dood? Nee, net niet. Maar het is goed gekomen. Oh, donders. Oké. Nee. Ik moet nu wel uit. Oké. Dit ging goed. Hoe gaat het daar zo? Oh, daar is nog een plant. Die gaan we nu wel pakken. Ja. De robots hebben gewonnen. Ik zal hier even mijn super inzetten. En boom. Oh, toen ging ik ook al meteen dood. Maar ja, maakt niet uit. We hebben gewonnen en dat betekent dat de robots de eerste ronde hebben gewonnen. En de tweede ronde ook, want het staat nu 2-0 voor de robots. De eerste ronde hadden de onderste 5 gewonnen als robots zijnde. Nu de bovenste 5. We kunnen nog een potje doen, maar dan wordt dan een bonuspotje. Maar het is al duidelijk. Maar we doen nog gewoon een potje, gewoon voor de leuk. Maar dit is wel echt heel leuk, dit soort video's. Laat even weten in de comments of jullie dit eens vaker willen zien, dit soort video's. Oké, let's go. Het allerlaatste potje, daar is een plant. Ik ga snel weg van de plant. Ik mag planten niet. In ieder geval, nu mag ik planten niet. We zijn weer met allemaal Daryls. Oh, die planten pakken meteen daar al die dingen. Even kijken of we hier wat hits kunnen doen. Oké. Ja, ze hebben alles in het midden gepakt, die planten. Dus die zijn nu al wel veel sterker dan wat wij zijn. Dus dat is wel een klein beetje balen. Mag ik ook wat hits doen? Ik wil ook wat hits doen. Dat zou wel chill zijn. Moet niet te veel hits doen natuurlijk. Want anders kunnen we elkaar nog killen ook nog. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben... Waar zijn die planten allemaal? Ik heb geen idee waar die planten allemaal zijn. Mag ik wat hits doen? Ja, top. Maar we moeten dus ook niet te veel hits doen. Op bananensoepje kan ik iets meer hits doen. Ja, top. Even hier wat hits. Op bananensoepje, ja, top. Ik heb nu mijn super. Nu even niet op mij schieten, want dan ben ik bang dat ik dood ga. Je mag nu op mij schieten. Kom maar. Maar we gaan al in de aanval. Ik heb in ieder geval mijn super, dus dat is chill. Ik heb geen idee waar... daar zijn ze al. 7 krachtpunten. Wat? En ik heb een 0. Dat is echt balen, man. Daar even uitkijken. Oké, top. Oh, nee. Oh ja, dat is natuurlijk balen. Daar moet je natuurlijk eigenlijk op letten. Oh, shit. Oké, nee. Want die super, die kan natuurlijk ook de andere kant worden opgebruikt. Of die kan ook tegen teamgenoten komen. Ah, come on. Ah, daar ging ik al dood. Hebben de planten nu al gewonnen? Volgens mij wel. In ieder geval, ik zie helemaal geen nergens meer een robot. Oh jawel, er is nog één robot. Daar linksboven is nog een Daryl, maar dit gaat hij niet winnen. Nee, inderdaad. Oké, dan hebben de planten alsnog een potje gewonnen. Maar over de hele aflevering hebben de robots gewonnen. Uiteindelijk is het 4-2 geworden voor de robots. Maar dat was dit voor deze video. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik natuurlijk tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later baas. Als je dit nou een leuke video vond, druk dan even op de video die hier tevoorschijn komt. Het is een soort gelijke video, dus waarschijnlijk vind je die ook wel leuk. En dan mocht je nog
niet zijn geabonneerd, druk dan even hier. Dat is een abonneerknopje. Dan kan je abonneren en dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bouwzaami. Let's go!